Goedemorgen jongens en meisjes, vandaag weer een nieuwe les van Veilig Leren Lezen. Vandaag gaat het over dag 11 en gaan we het hebben over een dubbele medeklinker in het midden van een woord. Maar voordat we daar echt mee gaan beginnen, gaan we nog heel even opwarmen met het lezen van wat woorden. We gaan beginnen dus met woorden flitsen. En we beginnen op de fiets, rustig aan, kijk goed naar de woorden, daar gaat hij. Goed zo, we zijn al halverwege. Hartstikke goed jongens en meisjes. Fantastisch, kon jullie hier al heel goed horen. Zometeen nog een keer goed laten horen. We gaan een stukje sneller. Roep het maar goed naar de televisie of het beeldscherm waar je in ieder geval naar kijkt. Dan horen we het hier misschien ook. Daar gaat hij. Oh, ik zal het nog even husselen. Komt hij hoor. Ja, fantastisch. Kijk, daar gaat de scooter. We gingen er hartstikke hard doorheen. Ging het nog eventjes een beetje lastig? Geef niks, kijk je het gewoon nog een keertje terug, hè? Dan oefen je het nog een keertje. Vandaag hebben we weer een nieuw woordtype. Daar gaan we even naar kijken. Wat woordje staat hier? Inderdaad, het woordje zus. Kijken we even, wat staat er dan nu? Daar staat inderdaad zussen. En daar zie je ineens in het midden twee keer dezelfde letter, de letter S. En dat komt omdat er voor een korte klank zit. De A of de E of de U of de I. Dat zijn allemaal korte klanken. En de O natuurlijk, niet vergeten. En als je die hoort en je maakt het woord langer, dan komen er twee dezelfde letters en die gaan gezellig naast elkaar zitten. Dus hoor je een korte klank, dan zitten er twee dezelfde medeklinkers op de bank. We gaan eens even kijken of we dat ook bij de volgende kunnen zien. Welk woordje staat hier? Goed zo, het woordje hak. Wat zou dan hier staan? Inderdaad, hakken. En dan zie je twee keer dezelfde medeklinker in het midden. Zie je? Twee keer de k. De volgende. Som, goed zo. En dan staat hier dus, precies, sommen. En bij deze, pet, goed zo. Denk even welke korte klank staat hier. Dus welke letter zal er nu dubbel komen? Petten, goed zo. De t wordt hier dus dubbel. Nou, als we dan goed kijken bij veilig en vlot, dan zien we ook dit soort woorden voorbij komen. Dus ik leer takken en kommen met de dubbele medeklinker in het midden. Ze zijn blauw gemaakt, dus dan vallen ze extra goed op. Goed lezen en daarnaast maak je natuurlijk ook, lees je ook op bladzijde 23. Wat moet je doen met je werk? Als we kijken naar de plaatjes, kruisen we daarna aan wat we op het plaatje zien. Ik denk dat jullie er wel uitkomen wat het moet zijn. Bij de volgende mag je aankruisen wat je allemaal kunt doen. Dus wat kun je allemaal doen? En nog ietsje verder mag je aankruisen wat je allemaal kunt vinden in de zee. Bij de onderste oefening moet je goed kijken naar de plaatjes, goed de zin lezen, de woordjes goed lezen. En welk van die woordjes past er nou in de zin? Die kruis je aan en dan schrijf je hem natuurlijk nog even een keertje op. Hebben we vaker gedaan, dus dat komt goed. De volgende bladzijde, dat is bladzijde 22... moet je goed lezen wat is waar en wat is niet waar. Heeft een brommer 6 wielen? Nou, goed lezen. Is dat waar, denk je, of is dat niet waar? Dat kruis je even aan. En dan heb je nog 6 plaatjes. En dat gaat over de woorden onder andere met de kleefletters. Weten jullie nog welke dat zijn? Dat zijn die woorden waar je achteraan nog een extra letter hoort, maar die je niet schrijft. Dus denk daar goed aan.
Moeten we de plaatjes nog doorlopen? Of denken jullie dat ze ze kennen? Zou ik ze nog heel even noemen? Hark, berg, wolk, tulp, verf, worm, kerk en dorp. Nou, ik wens jullie heel veel succes vandaag.